Fijne feestdagen. In de omgeving van Eibergen verheugen de inwoners zich ieder jaar weer op de komst van de kerstman. Niet voor de cadeautjes onder de boom, maar voor de kaartjes in de brievenbus. De laatste kerstkaarten komen eraan. Dus als ik zo kijk, zijn er redelijke aantallen weer die mensen versturen. Dus we hebben aardig wat werk vandaag. Postbode Robert merkte tijdens de coronatijd dat de eenzaamheid en somberheid bij mensen toenam. Hij vond het zo pijnlijk om te zien dat hij er iets aan wilde doen. En toen dacht ik, weet je wat, voor kerst trek ik een kerstmanpak aan en dan ga ik de post rondbezorgen. Nou ja, en de reacties waren overweldigend. Nou, een jaar erop ging men al vragen of ik het weer deed. En er werd al gezegd, het is traditie, dus ja, het komt niet anders. Hey, fijne feestdagen. Ja, heel fijne feestdagen. Je ziet ook mensen die je normaal tegenkomt. Die wat chagrijnig kijken, die krijgen gewoon een glimlach op het gezicht. En daar doe je het ook voor. Door de jaren heen merkt de kerstman dat het aantal kerstkaarten afneemt. Hij vindt het erg jammer en stimuleert mensen daarom ook om meer kaartjes te versturen. Een kaart heeft toch wat meer persoonlijkheid als een appje. En dat merk je ook wel. Als je een kaartje geeft, als iemand nieuw geboren is, iemand overleden is, doe ik ook een kaartje in de bus als postbode. En die reacties die je terugkrijgt, die zijn gewoon super. En dan zit zijn postronde er alweer bijna op. Maar geen afscheid zonder een laatste groet. Ho, 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 fijne feestdagen!